Beste reiswijkers, stond hier maar een glazen bol. Dan kon ik u precies vertellen wat ons het nieuwe jaar te wachten staat. Maar ook zonder tovenarij weet ik dat we een aantal mooie en bijzondere ontwikkelingen tegemoet kunnen zien. Hier gaat zo wat uitgebreider op in. Eerst wil ik u een heel gelukkig en gezond 2022 toewensen. Ik hoop dat het een prachtig jaar wordt. Voor u en voor iedereen die u dierbaar is. Ook wil ik de hoop uitspreken dat we in dit nieuwe jaar weer terugkeren naar het leven zoals we dat gewend waren. Alles is nu anders. Het gold ook voor de jaarwisseling die we net achter de rug hebben. Het was een viering zonder feesten, zonder vuurwerk. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar ik weet zeker dat het ook bij u in de straat niet doodstil is geweest. Hier en daar is het zelfs een beetje misgegaan. Gelukkig is er ook veel wel goed verlopen. Iedereen die daar zijn steentje aan bijgedragen heeft, en dat zijn er velen, wil ik danken voor haar of zijn inzet. Het nieuwe jaar is begonnen. Ik ben bang dat corona ons leven nog wel een tijd lang blijft beheersen. Houd zich daarom aan de maatregelen en laat u zich alsjeblieft vaccineren en boosteren als dat nog niet is gebeurd. U doet dat niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving. En natuurlijk voor de ziekenhuizen, waar het al bijna 2 jaar spitsuur is. Laten we doen wat we kunnen. En laten we ons niet in de put praten. Vergeet niet dat er nog zoveel meer gebeurt. Ik kom net uit ons nieuwe stadhuis, dat u achter mij ziet. Velen van u kennen het nog wel van vroeger. En de anderen kan ik zeggen dat dit bijzondere gebouw tot bijna 20 jaar geleden door ons in gebruik is geweest. We keren er dus weer naar terug. Het ondergaat nu nog een ingrijpende verbouwing, maar straks opent het zijn deuren als het huis van de stad. Rond de zomer nemen Trias, de bibliotheek en Welzijn Rijswijk hier als eerste gebruikers hun intrek. En over ongeveer 1,5 jaar strijkt ook de gemeente hier neer. Kunt u uw nieuwsgierigheid niet bedwingen, dan nodig ik u uit naar onze internetsite www.rijswijk.nl. Daarop is een rondleiding door dit prachtige gebouw te zien. Dit wordt de huiskamer van Rijswijk, waar altijd wel iets te doen zal zijn. En trouwens, over doen gesproken, ook wat dat betreft mogen we ons gelukkig prijzen. Denkt u alleen maar eens aan de uitgebreide landgoederenzone die als een groen lint door onze gemeente loopt. Ik vind het een heerlijk gebied om te wandelen en te fietsen. Gaat u met me mee? Dit monument is de Naald van Rijswijk. Aan het eind van de 18e eeuw is deze obelisk gemaakt van de overblijfselen van het paleis dat hier gestaan heeft. Het Huis ten Nieuwburg. En dat paleis speelde in 1697 een hoofdrol in de vredesonderhandelingen tussen de belangrijkste landen van Europa. Ja, Den Haag heeft het Vredespaleis, maar wij timmerden al veel eerder aan de weg bij het oplossen van het belangrijkste conflict van die tijd. In september is het precies 325 jaar geleden dat alle diplomaten eruit waren. Met de Vrede van Rijswijk zetten zij een streep onder de zogeheten 9-jarige oorlog. Dat is lang geleden, maar het was een vrede van grote internationale betekenis. Van een eeuwenoud monument is het maar een paar minuten lopen naar onze jongste aanwinsten op het gebied van kunst. Deze vrolijke werken staan in het nieuwe parkje voor de deur van het huidige gemeentehuis in het gebouw Hoogvorden. De beelden verwijzen naar de ontmoeting tussen dorp en stad. Het is eigenlijk het verhaal van Rijswijk. Want op veel plaatsen in onze gemeente heerst nog de gemoedelijke en gezellige dorpse sfeer. Tegelijkertijd maken we een enorme ontwikkeling door. Neem dit winkelcentrum. In de Bogaard krijgt een facelift. Een gedeelte van de bebouwing maakt plaats voor nieuwbouw en appartementen. En ze zijn hard nodig ook. Want in Rijswijk heerst een grote woningschaarste. Niet alleen is er nauwelijks iets te vinden, ook rijzen de prijzen werkelijk de pan uit. Aanleiding is dat er nauwelijks alternatieven bestaan. En ook u kent ongetwijfeld voorbeelden van jongere gezinnen en mensen voor wie nergens een huis is te vinden. Daarom ben ik blij dat ook Rijswijk buiten al vol opgestalte krijgt. Dat is ook nog eens de meest energiezuinige wijk van Zuid-Holland. We maken het daarnaast mogelijk dat studenten zich in de Paspoelpolder
ook kunnen vestigen. En ook het havenkwartier belooft iets heel moois te worden. Veel plannen liggen al klaar. En Rijswijk mag zich de snelst groeiende gemeente van de Randstad noemen. Zelf begrijp ik wel waarom iedereen hier wil wonen. Dit is gewoon een hele fijne gemeente. Een gemeente met een ideale ligging. Veel groen, uitstekende voorzieningen, een goede bereikbaarheid. En niet te vergeten een rijk verenigingsleven. Dat moet zo blijven. Als gemeente dragen we ons steentje hieraan bij. Neem de grondige modernisering van Sportpark Elsenburg. Met zijn hockeyvelden, wielerparcours en andere faciliteiten wordt dit nog aantrekkelijker dan het al was. Er gebeurt nog veel meer. Zelfs beschikken we over een tijdelijk, maar heel leuk schaatsbaantje voor kinderen. Het nieuwe jaar is begonnen. Er staat ons veel te wachten. Ook de gemeenteraadsverkiezingen in maart moeten beslist worden genoemd. Maar wat er ook gebeurt, laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Help waar kan. Hoe? Dat is heel gemakkelijk. Koop en bestel zoveel mogelijk lokaal. Onze winkeliers en horecaondernemers zijn blij met uw steun. En kijk ook om u heen. Maak een praatje met de buren die er misschien wel alleen voor staan. Laten we er het beste van maken. En weet u, eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat ik niet over een glazen bol beschik. Want één ding weet ik zeker. Het is dat we het samen voor elkaar krijgen. Ook in 2022. Dank u wel. Allereerst wens ik alle Rijswijkers een creatief en inspirerend 2022. Het jaar 2022 belooft heel veel moois. Ik sta hier voor het Huis van de Stad. En Trias zal als eerste het Huis van de Stad gaan bewonen. En daar ben ik natuurlijk ongelooflijk blij mee als directeur van Trias. Later volgen de bibliotheek, Stichting Welzijn en ook het stadhuis. Nogmaals, een heel gelukkig 2022. Wat 2021 mij gebracht heeft, is dat ik het ongelooflijk belangrijk vind om vrienden en familie om me heen te hebben. Maar wat ik ook heb gezien hier in Rijswijk, is dat wij als mensen heel sociaal zijn. Ik wens jullie allemaal voor 2022 dan ook een heel rijk sociaal leven toe. Mijn wens voor 2022 is dat iedereen naar het buitenland kan gaan om te genieten van het zonnetje. En ik wens jullie allemaal gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat wij u volgend jaar 2022 mogen begroeten op ons mooie terras bij Bijna Thuis. Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2022. Wij wensen u namens de winkeliersvereniging Oud-Rijswijk een heel voorspoedig 2022. En hopen dat jullie allemaal in 2022 jullie lokale aankopen weer bij ons komen doen. Gelukkig nieuwjaar!